Komende dinsdag staat er een echte kraker op het programma op Sportpark Corpus den Hoorn. Jong FC Groningen ontvangt die avond Jong SC Heerenveen. Heerenveen is koploper in de belofte divisie A met 35 punten uit 14 wedstrijden. FC Groningen staat tweede met 28 punten uit 15 wedstrijden. Ja, dat is een mooie wedstrijd natuurlijk tegen Heerenveen. Toch een rival eigenlijk voor ons, voor Groningen. Ja, en die staan een paar punten boven ons. En ik denk als we winnen dinsdag dat we misschien nog een kansje op de titel hebben. Ja. Want dat is het doel, winnen en dan ja, toch wat dichterbij komen. Ja, het doel is ten eerste om te winnen natuurlijk. En ja, we hopen dan dat we een paar puntjes verspelen. En dat we dan dichterbij kunnen komen en over en heen kunnen gaan. Dat is wel het doel, ja. Ja. Ligt de druk ook een beetje bij hun? Kijk, want het gat is natuurlijk nu vrij groot. Dat als zij weten dat zij punten verspelen, dat ze het misschien nog wel moeilijk krijgen? Ja, ik denk het wel. Wij staan erachter, dus de druk ligt niet bij ons eigenlijk. Meer bij hun. En ik denk dat wij gewoon vrijheid kunnen spelen. Maar wij moeten gewoon zorgen dat we gaan winnen. En daar heb ik wel vertrouwen in. Ja. Ja, want de uitwedstrijd speelden jullie geloof ik wel een goede wedstrijd, maar kregen jullie niet wat jullie verdienden? Nee, klopt. Uitspeelden we 1-0. Hun scoren volgens mij in de derde minuut, zoiets. En toen waren we voor mijn gevoel de hele wedstrijd beter. En toen ja, we kregen kans, maar die bal waren niet in. En dan verlies je 1-0, dat is wel lullig. Ja. Ja, het zou wel een mooie bekroning zijn als jullie winnen. Het zou een mooie bekroning zijn voor het seizoen, dat sowieso. Ja, zeker, dat sowieso. Sowieso een mooie wedstrijd op zich. Als je die wint, sowieso mooi. En zoals je zegt, ja, tot nu toe is een mooi seizoen, vind ik, voor de belofte. We hebben goed gedaan, goede wedstrijden gespeeld, alleen ja, hopen dat we hoog kunnen eindigen. Ja. En hopen dat er een beetje publiek komt, hè, naar Corpus den Hoorn. Ja, ik hoop het wel. Het is best wel koud, maar ik hoop dat er een aantal mensen komen, ja, wat meer dan normaal. Ja. Nou, jullie zorgen wel een beetje voor een, hoe zeg je dat, hartverwarmende wedstrijd, denk ik. Ja, klopt. We spelen wel meestal wel mooi voetbal, dus ze kunnen gerust komen kijken, denk ik.